Het idee van de boekenplank is dat ik iedere week een schrijver of een boek uitkies dat mij geraakt of geïnspireerd heeft en daar een minuut of 15, 20 over spreek. Om zo in die wirwar van kasten en bladzijden structuren aan te brengen in boeken die het waard zijn om gelezen te worden. In deze aflevering gaan we het hebben over de ondoordringbare Duitse filosoof Martin Heidegger. In de voorbereidende besprekingen hebben we al zijnskenmerken onderscheiden die het verdere onderzoek een vast oriënteringspunt moeten bieden, maar die tegelijk zelf in dit onderzoek een structurele concretisering kregen. Er zijn is een zijnde dat zich in zijn zijn verstaand tot dit zijn verhoudt. Daarmee is het formele begrip van existentie aangeduid. Er zijn existeert. Er zijn is verder een zijnde dat ik telkens zelf ben. Tot het existerende er zijn. ...behoort telkens het menen als mogelijkheidsvoorwaarde van eigenlijkheid en oneigenlijkheid. Er zijn existeert telkens in een van deze modi ofwel in de modale indifferentie tussen beiden. Maar nu is het zaak deze zijnsbepalingen van het er zijn van metafaan te zien en te begrijpen... ...op grond van de zijnsgesteldheid die we het in de wereldzijd noemen. Het juiste uitgangspunt van de analytica van het er zijn bestaat in de uitleg van die gesteldheid... Ja, wat heb ik net nou eigenlijk in godsnaam gezegd? Uh, dat is denk ik de vraag die bij iedereen opkomt, bij het lezen van Heidegger. Het er zijn is een zijne dat zich in zijn zijn tot zijn eigen zijn verhoudt. En dat heeft te maken met, ik zou eerst kort iets over Heidegger vertellen en dan de missie. Maar laat ik ook nog even beginnen met, ik kan nooit in een kwartiertje recht doen aan Heidegger. Uh, de reden waarom die de taal gebruikt die hij gebruikt, uh, de complexiteit van zijn denken... De traditie waarin hij inplaatst, waar het eigenlijk om gaat, hè? dit boek waar ik het voor heet Zijn en Tijd. Nou, als het algemeen wordt alleen maar Zijn gelezen door mensen. Terwijl tijd misschien wel de volbrenging is van het boek, of in ieder het zijn gewoon echt twee delen, Zijn en Tijd. Uh, maar hij leek is gewoon heel complex. Hij leek de filosoof uit het eerste helft van de 20e eeuw, Duits. Uh, hij heeft lesgegeven, volgens mij, in Freiburg. Hij was leerling van de Joodse docent Husserl, waar dit boek ook aan is opgedragen. Hij heeft ook een tijdje een, een, een verhouding gehad met de Joods-Duitse filosoof Hannah Arendt, bekend van de banaliteit van het kwaad. Nou, Heidegger wordt algemeen, algemeen gezien als echt misschien wel de grootste denker van de 20e eeuw. Uh, dit is een van zijn eerste boeken die hij schreef. Nou, daarna heeft hij heel veel boekjes geschreven, maar uiteindelijk blijft dit al zijn belangrijkste werk. Uh, misschien niet zijn meest bijzondere werk, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar Heidegger is een gecompliceerde figuur. Uh, hij was een nazi, hè? Dus, dus, dus ook al was zijn leermeester een Joodse man, verder gaat met een Joodse vrouw. Heidegger heeft heel lang meegedaan met de nazi's, hij heeft pas heel laat uh, dat teruggetrokken, uh, waardoor hij in Duitsland altijd heel erg dubbel gezien wordt. Van, hij is een briljant denker, maar hij was ook een nazi. En hoe kan dat nou? En, en er worden ook allerlei mensen die dan in zijn werken gaan kijken van, was dat nazisme al ergens aanwezig? En, nou, ik denk, ik, ik ben geen expert, hè? dus je moet het ook, ik zeg dit voorzichtig. Maar Heidegger heeft keuzes gemaakt. Hij zag zichzelf als een soort, soort uh, docent van. Hè, zoals Aristoteles dat van Alexander de Grote was, kon hij dat misschien zijn van Nietzsche? Hij had misschien het idee dat hij iets van zijn theorie. wat heel erg gaat over, over het thuis, over het wonen, over het bouwen. over het in de wereld geworteld zijn. Hè, dus je zou kunnen zeggen dat tegenover de filosofie van de horizontaliteit. is Heidegger een filosoof van het verticale. Het gaat over de, de geworteldheid. De geworpenheid in je taal, de geworpenheid in je traditie. Heidegger is in die zin echt een klassieke. Duitse denker, naast ook van de romantiek. En misschien heeft hij dingen gezien met de nazi's. Ik, ik, ik weet er ook niet al te veel van. Uh, ik, wil het, ik vind dat je het benoemd moet hebben, anders is het net alsof dat je het ontkent. Dat het, het gebeurt wel altijd. Uh, dus ik, nou, ik heb het benoemd. Ik ga er verder ook niks meer over zeggen. Uh, wat ik wel nog even zeggen: het, het laatste interviews volgens mij van twee journalisten van die tijd. Uh, die hebben op een gegeven moment interviews gehouden met Heidegger. En dat mocht pas gepubliceerd worden. Na zijn dood. En dat heet uh, een, een heel dun boekje. Alleen een God kan ons nog redden. Dat is een heel bijzonder boekje. Ik zou zeggen, uh, dat is een hele leuke inleiding ook in Heidegger. Um, maar we gaan even terug naar dit boek ook. En naar de school van Heidegger. Dus Heidegger staat in de traditie. Hè? Dus, dus ik heb nu twee afleveringen. hebben jullie, hoop ik, gezien over Kierkegaard en Nietzsche. In een van die afleveringen zeg ik al van Kierkegaard probeert God te redden. Nietzsche verklaart hem dood. Heidegger gaat op zoek naar de wereld na die God. Nou, dat is een te simplistische. Samenvatting, maar ergens laat het wel iets zien van het scharnierpunt waar zij omheen bewegen. Uh, er zijn ook mensen die wel gezegd hebben: Heidegger is een, een theoloog die God niet durft te noemen. Maar uiteindelijk gaat het zijn hele werk over God. Uh, zoals ik bij Nietzsche heb laten zien, krijgt het een hele andere taal, hele andere betekenis. Maar uiteindelijk zit dat religieuze erin. Zoals er bij Heidegger, uh, waar zowel Kierkegaard het heeft met het offer: jezelf openstellen op dat God zijn werk kan doen. Hij heeft dat laten zien bij Nietzsche met alsof het van buiten komt. Nou, bij Heidegger gebeurt dat in feite ook. Uh, maar ik ga nu gewoon even met een grote greep. Ik ga ook niet helemaal in de terminologie vatten. Toen ik vooraf had het over het er zijn. In, dui in Duits heet dat dassein. Een Heel leuk liedje, ook op Spotify. Uh, Heidegger zijn, zoek het op. Hilarisch liedje. Maar het zijn is voor Heidegger gewoon de mens. Dus hij zegt het, het er zijn. Kijk hoor. Uh, die zin. Er zijn is een zijnde. Dat zich in zijn zijn verstaand tot dit zijn verhoudt. Dus de mens is een. Iets is een subject in de wereld dat zich in zijn, be, in zijn bestaan ver, kan verhouden tot zijn eigen bestaan. Dus de mens is zich bewust van zijn eigen bestaan in deze wereld. Nou, dat is een stuk begrijpelijker, nietwaar? Want bij Heidegger wordt alles zijnde. Dus je hebt het, 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 het daar zijn, het er zijn, je hebt het in de wereld zijn, je hebt het in zijn. Op een gegeven moment heeft het ook over het ter handen zijn en het voorhanden zijnde. Alles wordt verbonden met het woord zijnde. Nou, er zijn waarschijnlijk veel redenen voor, maar ik denk eentje om voor de grote grepen om iets van Heidegger te laten zien, is denk ik de volgende. Is dat hij worstelt, en dat doet hij ook in een, in een ander boek, doet hij dat ook, De tijd van het wereldbeeld. Wat hij, er mee worstelt, is dat er vanaf Descartes. Dat, dat zou je een van de trauma's van de filosofie kunnen noemen, van onze cultuur. Is dus vanaf Descartes, die, die gaat op een gegeven moment een, een, een experiment doen: uh, hoe weet ik dat iets is? En dan, dan gaat hij onderzoek doen, onderzoek onderzoek doen. En hij denkt op de conclusie: cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Met het feit dat ik denk en dus besta. Komt de vraag op, bestaan dan niet-denkende dingen wel? En dan krijgen ze eigenlijk een kloof tussen het, het, het subject en het object. Het ik dat iets van de wereld denkt. Nou, daarin komt, ontstaat een hele school die die kloof weer gaan proberen te dichten. Dat is Husserl probeert het ook met zijn fenomenologie. Uh, dat is eigenlijk van, van, ja maar het ik dat zich tot de wereld verhoudt. Uh, tot dat andere, tot dat vreemde. Die wereld verschijnt in fenomenen, die, die wereld verschijnt... In mij, aan mij. Dus, dus die kloof wordt doorbroken. Maar Heidegger zegt, nee, dat is niet voldoende. Dus Heidegger probeert echt via de taal die kloof te omzeilen. Dus wij zeggen bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb een, de mens pakt een pen. Het subject pakt een object. Dan heb je een kloof. Heidegger zegt, nee, het er zijn maakt gebruik van een ter handen zijnde. Maar zo, ze behoren allebei tot het domein van het zijn. Ja, ik Het klinkt allemaal heel abstract, maar ik kan het wel. Hè, en en dat is en dus een van de fenomenen. Via die taal gaat Heidegger, probeert hij een kloof op te lossen. En wat dan het fascinerende is, is dat hij heeft het over een terhande zijnde of een voorhande zijnde. En zijn kritiek is van, op de filosofie. En daarin zegt heel concreet, dat is wat grappig, het is allemaal zo abstract, maar het is heel concreet, hij zegt, je moet gewoon naar de wereld kijken zoals je hem primair gebruikt. Dus hij zegt, we hebben de wereld altijd bekeken als een voorhande zijnde. Maar eigenlijk moet je prima gaan kijken vanuit een zijn. Dus bijvoorbeeld, je hebt een auto. Die auto gebruik je gewoon. Je stapt in, je rijdt weg. Maar pas als die auto kapot is, ga je hem bewust bekijken. Oh, nee, die auto, daar zit glas in, er zit een motor in, er zit benzine in. Uh, verder weet ik eigenlijk niet heel goed wat er in een auto zit. Iets met rubber ook bij de banden. Goed, een, een auto heeft allemaal eigenschappen. Hè? Of een ander voorbeeld, een pen. Je gebruikt een pen gewoon. Op het moment dat hij het niet doet, dan ga je kijken en dan is die pen van plastic en er zit inkt in en al die dingen. Nou, Heidegger zegt, voorheen ging de filosofie altijd de wereld onderzoeken zoals wij nu naar die kapotte pen of de kapotte auto kijken. Maar hij zegt, dat is een fout, want dat is eigenlijk helemaal niet hoe de wereld werkt. De wereld werkt, dat de pen er gewoon is om te gebruiken. De auto is er gewoon om te gebruiken. Je gebruikt de wereld. He, alleen heel soms, ik kan het wel, misschien hebben mensen, zijn mensen vaak verhuisd, ik heb in verschillende steden gewoond. En op het moment dat je net in de stad komt en je kent de stad nog niet, dan zou je kunnen zeggen, de stad is nog een voorhandenseinde. Je bent er nog geen deel van. Er zit een soort, soort ruimte tussen jou en de stad. En, en alles is nieuw. Oh, daar is dat pand. Oh, daar zijn die bakstenen. Oh, oh daar is die straat. Oh, daar is dat kerkje. Maar naarmate je langer in de stad woont, ga je de dingen steeds minder zien. Want je gaat die stad als het ware gewoon gebruiken. Nou, maar dat Heidegger echt dit heeft gedaan. Dus Heidegger zegt: de, de praktijk gaat voor de theorie. Dus we moeten naar de wereld kijken zoals we er gebruik van maken. Nou, dit was echt heel. Hè, Heel belangrijk, dat heeft, echt, dat heeft ons hele wetenschappelijk onderzoek ook veranderd. Dus het, het er zijn is geworpen als een in de wereld zijnde. En in die wereld komt hij in aanraking met voorhanden en terhanden zijnde. Dus het mens is gewoon geworpen in de wereld en daar komt hij dingen tegen die hij ofwel gebruikt ofwel bekeekt. Nou, zie je die taal, probeert hij dus de kloof op te lossen. Uh, of hem dat lukt of niet. Het, 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 het is ook een beetje een gekke kloof. Hè? Het, het is, de vraag is. Is het een filosofisch probleem of is het ook echt iets wat op heel veel punten doorwerkt? Uh, ik denk het tweede. Ik denk, uh, dat zou je kunnen zeggen. Dat de analyse is echt dat vanaf Descartes een instrumentalisering van de wereld plaatsvindt. De wereld wordt tot een object gemaakt. Want ik ben het enige dat denkt. Dus ik ben de enige die bestaat. Dus alles het andere is object. Zelfs dieren zijn in de tijd tot een object gemaakt. En je ziet nu eigenlijk we beginnen weer een beetje te veranderen. We zien dat inktvissen of fijnen die allerlei gevoel en ideeën en intelligentie. Dus we zijn eigenlijk die wereld aan het de-instrumentaliseren. Dat zou je een soort Greenpeace-project kunnen noemen, maar je zou ook kunnen zeggen van hey, dat is eigenlijk weer een soort aansluiten bij een premodern gevoel van in de wereld zijn. Want wat Heidegger ook laat zien, en dat is in, in de tijd als wereldbeeld, uh, Sloterek heeft het er ook over, zegt Heidegger, de, mens, de moderne mens is, is het referentiecentrum van alle zijnde. Andere woorden, de mens moet betekenis geven. Dus ja, onze idee is, je staat in de wereld en echt die hele wereld loopt op jou terug... En jij brengt vorm aan, en je brengt structuur aan, en jij moet betekenis geven aan die wereld. Terwijl Heidegger zegt, en, en dat verwijt hij eigenlijk al vanaf Plato, zegt hij, hij probeert om, om pre-Platonisch te denken, hij zegt, de mens is eigenlijk geworpen in een wereld van betekenisgeving. De taal heeft jou, voordat jij de taal hebt, de taal bepaalt wie jij bent. Dus eigenlijk als mens word je in een soort, je wordt in een wereld gegooid die jou bepaalt. Het heeft helemaal geen zin dat je jezelf als het betekeniscentrum van alle dingen in de wereld ziet, want dat ben je niet. En dat is maar een van de problemen, dat de mens daardoor dus, dus betekenisloosheid ervaart, leegte, angst, uh, omdat hij niet meer beseft dat hij in een, in een betekenisvolle wereld zit. Ik was laatst met een hele bijzondere vrouw, ze koffie drinken en zij heeft het talent om in een begeesterde wereld te leven. Dus je kan het over een gebouw hebben of over een engel of over dit of over dat en dat is allemaal even echt. Dat kun je in zweverig noemen, maar ik denk dat ze daarin iets ziet van wat de moderne mens is kwijtgeraakt door instrumentalisering... Secularisering is dus dat we in een wereld leven die vol betekenisgeving is... ...die we niet zelf hoeven te creëren, maar die ons toevalt. Um, nou, dus en, en, en echt de opdracht van Heidegger is echt de vraag van... ...dat zegt Slotrijk ook... Uh, ...Heidegger stelt de vraag waar is de mens? De mens is een woningbouwend wezen. Zoals uh, een, een, een film, hè? ik heb hem ook bij Kiergaard genoemd... ...toevallig kom ik daar nu op, van Terence Malick ook... Deze is een film gemaakt, The Tree of Life, en dat gaat ook heel erg over wonen. Dus je ziet echt een, een Amerika van de jaren 50, een hele mooie huizen. En je ziet daar een moderne Amerika met alleen maar glazen gebouwen. Uh, Terence Malick is een, een, een Amerikaan, filosofie gestudeerd aan Oxford. Hij heeft Heidegger ook van het Duits naar het Engels vertaald. En die is ook toevallig, was die keer in Duitsland, kwam die Hannah Arendt tegen. Toen had hij al films gemaakt. Toen zijn ze samen op de koffie gegaan bij Heidegger. Dus, dus Heidegger heeft eigenlijk heel veel culturele gevolgen ook. Nu nog steeds in films en in boeken. De vraag waar woont de mens? Hoe verhoudt de mens zich tot de plek waar hij woont? En hij wil af van de mens als lucht. Hij zegt de mens is grond. De mens is geworteld in een grond. Uh, je hebt een boekje van, van de filosoof, postmodern filosoof Irigaray, En zij zegt het probleem van de is dat hij een filosofie van de grond maakt en we hebben een filosofie van de lucht nodig. De lucht is horizontaal, de lucht is democratisch, de lucht is voor iedereen. De lucht is globaal. En zij zegt daarom is ook zo erg, er is niets ergers dan een. Een uh, gifgasaanval plegen, want dan vergiftig je de lucht. En zij zeggen we moeten de filosofie van de heidegger openbreken met lucht. Nou, de filosofie van de grond is dus, wat ik al eerder zei, dat is de filosofie van de aarde, van de verticaliteit, van de voorouders, van de gegrondheid, van de plaatsgebondenheid, van de geworteldheid, van de betekenisgeving. En we zien nu, en ik ga er geen waardeoordeel aan toekennen, dat we twee conflicten hebben. We hebben de, 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 de tech-elite van Silicon Valley, die volkomen als lucht leeft. Hè? Ook de glo globalistische elite, om het zo te noemen. De randstedelijke elite, die zit in lucht. En dan zeg ik de linkervleugel, die zijn van universalisme. En, en we hebben de rechtervleugel, het conservatisme, maar misschien ook het platteland. Die zijn nog steeds in de grond, die zeggen: nee, we zijn geworteld. En die twee, in plaats van dat zij zien waar ze elkaar kunnen versterken. Dus dat de aarde kan zeggen: inderdaad, het gevoel, want het probleem van de aarde is, is dat je zo erg geworteld bent aan de aarde. Dat je op een gegeven moment alleen maar gaat, nog gaat denken in groepen. Dat je gaat denken in bloed, in ras, in stammen. Onze stam, jouw stam. En dan voor je het weet is omdat uh, een meisje en een jongen gevreden hebben. dat die twee stammen elkaar gaan, gaan uitmorden. zoals in Romeo en Julia gebeurt. Dus je kunt niet, die grond mag niet absoluut zijn. Ik denk dat iedereen dat heel goed heeft gezien. Dus daar, daar moet lucht in komen, daar moet een openheid in komen naar het niet-eigene. Naar het, naar het buitenlijke als het ware. Um, en zij ziet dat goed, maar ik denk dat in ons huidige politieke debat... dat die hele filosofie van Heidegger, gevormd in die betekenisgeving... die juist gebonden is aan een particulariteit in een gegrondheid... die staat heel erg onder druk. Ja, ik weet niet of er een partij is die daarvoor opkomt. Ik wil daar geen politieke uitspraken over doen. Maar in ieder geval wat ik even wil laten zien, heel kort... want ja, het is gewoon heel complex met Heidegger... is gewoon even van hoe zou je naar Heidegger kunnen kijken? Dus samenvattend, met Descartes is er een kloof gekomen... die we proberen op te lossen, dat lukt over het algemeen niet... Heidegger gaat dat nog een keer aan door twee dingen te doen. Door in de taal een gemeenschappelijkheid van de zijnen te creëren, waarin eigenlijk iedereen onderdeel is van, dezelfde, van hetzelfde. En tegelijkertijd ook te laten zien dat die wereld bekijken secundair is. Als je hem bekijkt dan staat er een kloof. Maar primair is er de wereld er om te gebruiken, de pen die je gebruikt. En dan ervaar je die kloof helemaal niet. In die zin is hij ook een existentialist van hè, hoe doet de wereld zich voor aan jouw ervaring. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, dus, dus praktisch gezien hebben we het over de zonsopkomst en de zonsondergang. En ik ervaar het ook nog steeds zo. En pas secundair weet ik voor mezelf dat het niet de zon is die beweegt, maar de aarde. Maar toch denk je dat iedereen, ondanks alle wetenschappelijk onderzoek, ervaren wij dat de zon is die beweegt. Nou, hij denkt zo zeg ja, maar dat is, ook, dat is ook je relatie met de zon. Dat andere, dat is secundair en dat kun je al een keer zien. Maar je primaire relatie is echt gewoon nog steeds als de zon die opkomt en daalt. Nou, hij heeft hier heel veel betekenis mee gehad, wetenschappelijk onderzoek. Zijn echt anders naar hun objecten ook zijn gaan kijken. Die zijn echt gaan kijken, bijvoorbeeld hè? het idee dat je als een vlieg op de muur gaat kijken hoe een groep beweegt. Nou, dat komt ook vanuit Heidegger. Uh, maar daarmee doe ik hem niet genoeg recht. Er valt veel meer over hem te zeggen. Dat, dat, hij, hij snapt de moderne mens, hij snapt het bestaan. Hij snapt wat het betekent om, te, om betekenisloosheid en betekenisgeving te ervaren hebben. En hij snapt de tijd. Ik ga daar nu niet op in, omdat ik dat zelf, ik kan het schrijven, maar nog niet goed uitleggen. Uh, vanaf Augustinus hebben mensen geprobeerd om over de tijd te schrijven. Schelling heeft dat geprobeerd, die heeft toen twintig jaar niet geschreven, want hij kwam er niet uit. Heidegger is degene die zich daaraan waagt en die daar denk ik ook in slaagt. En de kern is dat we de tijd niet moeten zien als verleden, heden, toekomst. Maar als het feit dat we altijd de toekomst het primaat heeft op het verleden in de plek van het heden. Dus als je in het heden staat, moet je de toekomst voorrang geven. En niet het verleden, want als je vervelend bepalend laat zijn. Dat stel, in een, in een huwelijk merk je dat vaak, van je hebt ruzie. En dan zegt diegene, jij bent altijd zo. Nou, Heidegger zegt dan: Laat je het verleden dus bepalend zijn voor de toekomst. En zeg maar, in de ervaring heeft de toekomst vaak het primaat. Nou, dat is heel sumier wat Heidegger. Ik hoop er misschien nog een keer iets anders over te kunnen zeggen. Dan begin je nu pas een beetje te beseffen hoe het gaat. Maar het is echt een hele grote denker. Het is een moeilijke denker. Het, het lijkt ook heel moeilijk. Maar tegelijkertijd, als je zijn taal eenmaal doorhebt, hij is heel consequent als een wiskundige formule. Als je eenmaal snapt wat al die zijnen betekenen, dan kun je het boek gewoon heel rustig lezen, stukje voor stukje. Als je het gaat lezen, begin dan bij hoofdstuk 2, want daar begint hij eigenlijk pas met zijn, met zijn opdracht, daar pas begint hij met zijn werk. Ik hoop dat ik iets van de sluier heb, heb kunnen doen oplichten. Ik denk dat ik vanuit Kierkegaard, Heidegger, Heidegger uh, van Kierkegaard, Nietzsche en Heidegger, even die drie eenheden heb laten zien. Die drie existentialisten die er weer op een hele andere manier in staan. Anders schrijven, anders denken over God. Anders denken over vrijheid, anders denken over angst, anders denken over tijd. Maar die toch met elkaar verbonden zijn. Uh, ik heb niet de illusie dat deze drie boekenplanken genoeg zijn om het helemaal te begrijpen. Maar ik hoop iets van een aanzet hebben gegeven tot een inzicht in hoe dat nou werkt bij die drie grote, grote filosofen. Heidegger, zijn en tijd. En om mee te beginnen, alleen een God kan ons nog redden.